Nou, we liggen hier op het ruime voordek van de Hanze 388 in de haven van Lelystad op de Hiswa. En zoals je ziet, genoeg ruimte om met z'n tweeën of met z'n drieën lekker te zitten. En wat meteen handig is om te laten zien hier, is het zelfkerende fok die op vrijwel elke Hanze zit. Dat is deze. En die loopt hier zoals je ziet over een rail. En dus die kan over de stuurbordzijde zeilen. Of de bakbordzijde. Dat gaat dus helemaal vanzelf. En deze schoot van de fok gaat in een mast. En die gaat vervolgens hier onderdeks naar achter. En van achter het stuurwiel kun je gewoon die schoot bedienen. En als je over stag gaat, dan hoef je dus niet die schoot over te zetten op de andere rier. Want dat... Dat zit allemaal goed. En aan de voorkant van de fok zit die hier vast met ook weer een blok. Dit zorgt ook meteen voor een vertraging, natuurlijk met twee lijnen, waardoor het lichter is om de fok aan te trekken. Zoals je ziet heb je hier dus verschillende plekken waarop je hem kunt zetten. Vaar je hoog aan de wind, zet je hem bovenop. Van je ruime wind zet je wat meer naar onder. Dat kun je hier door middel van een shackle, zou je dat zo makkelijk in kunnen stellen. Het is natuurlijk een rolfok. En hier onderin heb je de trommel van Furlex. En deze systeem om hem op te rollen en af te rollen, dat bedien je ook helemaal vanuit de kuit. En hier voorop het ankerbeslag. Er zit nog een oog, zoals je ziet. En daaraan kun je een Code Zero of een Genhaker bevestigen. En die loopt er dan mooi voorlangs. Dan kan deze fok gewoon blijven zitten. Wat je ook kunt zien is hier dat die voetrail, dat hier dus een mooie kleine verhoging is. Het dakraam van de voorkajuit loopt helemaal flush dek. Even kijken. Ja, geheim luik. Hier zit de elektrische ankerlier. Je kunt hier ook nog wat lijn in kwijt en kussens. Dus, en ook heel handig. Met soort dingen kun je hem even vastzetten als je erin zit. Zo.